Goedemiddag allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Jawel, je hoort misschien op de achtergrond dat er water zit te lopen. Dat klopt. Ik ben mijn emmertje water weer al aan het vullen. Voor aan de wc te zetten, dag nummer 3. Zonder wc. Ja, want het loopt niet meer door. De pomp van onder, die de water moet oppompen van het regenwater, die is stuk. Dus nu moet ik continu met emmertjes water mijn wc continu vullen. Leuk is het anders. Top. Moest ik nog iets meenemen? Nee. Ja, mijn schoenen nu. Ben ik aan het zoeken. Die ben ik schoenen. Die zijn meestal hier. Voilà. Ik ga jullie even hier zo zetten. Dan mijn schoentjes aandoen. En dan ga ik straks ervan vertrekken. De vlog zit in elkaar. Die gaat straks ook nog in de upload. Sorry dat het gisteren zo'n korte vlog was van 7 minuutjes. Daar gaan we vandaag wel eens iets anders van maken. Vandaag staat er een en ander ook op het programma. Dus vandaag ook was er ook geen livestream. Want daar heb ik ook bij de aftertekst ook gezegd van mijn vlog. Die gisteren dus online is gekomen. Hè. Heb ik nog een eindtitel gedaan. Dus daarom is het ook zo belangrijk om mijn vlogs volledig uit te kijken. Top. Zo hou ik jullie dan ook zo wat op de hoogte. Dan ben ik nu even alles aan het checken als ik alles heb. Portefeuille, gsm, ja. Mesjes, die liggen in een auto, dus dat is goed. Dan kan ik vertrekken, hè. Voilà. Richting de laatste werkdag van het jaar 2023. Ik ga afscheid nemen van mijn collega's. Jawel. Afscheid nemen van mijn collega's van 2023. En we gaan sowieso verder, hè. In 2024. We gaan in 2024 wel een hele mooie topjaar van maken. Ook in Globachem. Gaan we er een mooi productief jaar van maken. Dat is toch de bedoeling. En ook natuurlijk proberen ook met Psycho TV een mooie toekomst mee op te bouwen. Dat is mijn doel. En mijn doel wil ik ook bereiken. In mijn notto zetten. Voilà. Voilà. Mijn eten, wacht hè. Waar is mijn rugzak? Oei, die fles is hier omvergevallen. Dat is ook niet goed. Echt waar, wat ik hier allemaal heb liggen hè. Allee, ik zie jullie allemaal straks gestreut, dus ik ga naar mijn maletje zoeken en dat lang niet. Dit wil ik ook nog even kwijt, mensen. Jullie denken van, oh, die is deze morgen niet opgestaan, vloggen kan nog eens zo tegen, heeft zijn tandjes niet gepoetst. Jawel, dus als ik juist ben opgestaan, heb ik mijn tanden gepoetst. Dat wil ik nog even kwijt in mijn vlog. Dus ik onderhoud mijn tandjes wel goed. Allee, tot straks allemaal, want ik ben nu nog door aan het rijden naar mijn week toe. Yo. Zo mensen, zo ben ik dus gaan werken met mijn kerstmutsje op. Jingle bell, jingle all the way. Hey, wat heb ik vandaag gedaan? Ah wel, bij de nieuwste stuk van Globachem, daar heb ik mogen gaan kuisen. Dus dan bedoel ik dus dat daar van boven. Dat heb ik daar mogen kuisen. Ik vond het ook heel leuk en al. Dus ik wens ook Globachem veel succes in 2024. Dat we daar weer een tof jaar van mogen maken. En dat we toch nog eens weer al in de prijzen mogen vallen.
wel blij dat ik in zo'n bedrijf mag werken. Ik ben daar wel echt 200% blij om. Dus als de mensen van Globachem kijken. Dus ik ga even mijn camera tegenhouden, want ik zit op een rotonde. Dus als de mensen van Globachem kijken. Dankjewel voor de kansen in 2023 die ik hier heb gekregen in deze bedrijf. En dat we er ook in 2024 een lab gaan opgeven en een mooie productiejaar 2024 ook gaan neerzetten. Dan weet je dat. Dus ja, het is echt heel leuk daar te werken. En nog voor die collega's, dus maak daar echt een spetterend eindejaarsfeesten van. Maak daar ook een hele leuke kerstfeest van, bij uw familie, vrienden, noem maar op. Ik hoop dat jullie iets heel leuks gaan doen. Wat wil ik dan nog zeggen voor Globachem? En dat we in 2024 iets heel moois gaan maken. Met onze Buwel team ook. Dus ja, Buwel mag dan ook wel even in het daglicht gezet worden. Dus ik ga dat even ook vermelden. Dus Globachem mag echt in het daglicht gezet worden. En Buwel ook. Omwille van Buwel stuurt ons uit naar Globachem toe. En ja, we zitten daar wel graag met ons vaste team. En het verloopt ook heel goed. Voor de collega's die eigenlijk ook vrijdags nog hebben moeten werken, ga ik u ook nog één ding iets zeggen. Dat is, ik hoop dat het ook een hele, hele leuke laatste werkdag is geweest. En dat jullie ook mooi afscheid hebben kunnen nemen van uw collega's. En ja. Ja, ik weet niet wat ik er verder op moet zeggen. Ik ben moe. Ik geef het ook eerlijk toe, ik ben echt moe. Met al die getrappen daar eens een keer te doen voor gaan te kruisen. Oh. Maar ik heb het wel gedaan. Maar ja, ik moest dan ook nog ergens opkruipen. Dus bijvoorbeeld op een bouwlift. En om over daar afval in te stapelen, dat die dan mee naar onder kan genomen worden. Want we zitten dan om het tweede verdiep te werken. Nee, ik ga daar nooit op staan. Ook niet voor een miljoen, ook niet voor 10 miljoen. Nee, mensen, jullie moeten het weten. Ik heb hoogtevrees. Ik heb echt ontzettend hoogtevrees. En ja, en als je hoogtevrees hebt, ja, dan ga je zo van die dingen proberen te laten dat je niet te veel in angsten moet leven in je leven. En ik moet weer al tanken, kijk maar. Ik moet tanken. Ik moet tanken. Tralalalalalala. Wat eet ik ook nog vandaag? Daar ga ik ook nog even zeggen wat ik ook nog vandaag eet. Dat is dingen. Spaghetti. Van mijn ouders. Dus wat ook nog gisteren is overgebleven, dat ga ik nog vandaag nog opeten. Dat staat ook nog op het programma. Dan ga ik ook nog naar Evelien en Glenn toe. Wat we daar juist gaan doen, dat weet ik nog niet. 100%. Even van rijvak veranderen. La. En we hebben ook heel veel gezongen. Dam, dam, dam.
dam dam di do di do di dam 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 di do di do di zeggen speesje. Dat is die liedje. Daar hebben we ook heel veel gezongen. En dan ook nog dat van Urbanus, Barske vol met stro. Dat is ook wel een heel mooi liedje. Kom op. Kom op. Bie, 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 bie. Kom op. Ja, die stond langs de weg. Zo, daar heb ik dan ook nog eens een weg voor daar zo dan zo op te rijden voor op de expressweg te kunnen rijden. Ja, en ik maak dan de baan vrij dat die dan kan oprijden, maar dan doet hem niets. Ja. Shit happens, zeg ik dan altijd. Shit happens. Het is altijd hun eigen keuze als ze oprijden, ja of nee. Mannetjes, mannetjes. Echt waar. Ik ben moe. Dit ben echt... Dit keer ben ik wel echt uitgeput, want ik heb echt... productief nog goed gewerkt. En dan heb ik ook nieuws over de livestreams. De livestreams gaan niet meer door op donderdag. Ik ga dat verplaatsen naar zondagavond. Van hoe laat tot hoe laat, dat moet ik nog bezien. Maar de livestreams in 2024 gaan door telkens op een zondag. Waarom? Omwille van het lukt me niet donderdags. Het lukt me gewoon niet donderdags om dat te doen. Dat ik dan... Ja, ik ben nu ook moe van het werken. Maar wat doen ook de meeste mensen als ze ook gedaan hebben met werken en ze komen thuis. Ze leggen hun dan ook nog eens even een uurtje neer om te recupereren. Ja. Dus dan weten jullie dat. En ik ben dan nog na mijn werk ben ik nog eerst nog andere zaken dan ook nog bezig. En dan pas kan ik ook dan rusten. En daarbij dat het ook donderdags altijd een moeilijke dag was. Of nog altijd is. Om livestreams door te laten gaan. Geef het eerlijk toe. En nu ga ik ook nog even op de baan laten. Want ik ben nu door aan het rijden naar Bea toe. Van Bea naar Luckhall. Van Luckhall naar... Evelien en Glenn. Ik was even vergeten. Oh my god. Wat ik kan vertellen is dat ik moe ben. En dat is de waarheid. Tot later. Wel. Hier bij de record. Hè? Familiaren. De groetjes hè, van mij. Ik ben echt enthousiast. Ik was zo aan het zwaaien. Zo zag ik mij eerst niet. Om ze vooruit te rijden. Ik nam nu zwaaien voor wat afleiding te geven. En ja, en daar staan ook de glitzes. Hij heeft dan ook nog teruggezwaaid. En oké, hierbij een shout-out naar familie Jade! Toppie! Ja, als ik zoiets meemaak, ja, dat mag ook wel gezegd worden, hè, mensen. Dat mag ook gezegd worden. Punt uit. Dus ja, dan weten jullie ook al waar ik al ben. Een toeter op mijn waterscooter, daarmee toeter ik naar jou.
En het is rood, rood, rood. Het is groen, groen, groen. Groen. Wat is groen? Bladeren, gras. Wat is nog groen? Groen lichten. Voilà. Groen lichten. Groene verlichtingspaal. Waar ik nu tegenkom, was nog groen. De kikkers. Kikkers zijn groen. Oh. Wat kan ik nog zeggen wat groen is? Ik weet het niet. Weten jullie nog iets? Laat het hieronder in de reacties weten. Maar ja, nog een keer een shout-out naar familie Jade. Dan weten jullie dat. Voilà. Tot straks allemaal. Oh my god, my. Ik word hier bijna weg. Oh, ik word hier bijna weg. Ik word hier echt bijna. Net dat ik even geurlijk weg. Sorry dat er zo wat winderig is op mijn vlog nu. Want het is echt winderig buiten. En een kleine tip voor elkaar aan de Alkenaren. Als er vuilzakken zijn en het is zo winderig, ik ga dat even in mijn lift moeten doen. Even te uitleggen. Kijk eens, mijn fonkeltjes staan weer al aan. Mooi aan het fonkelen. Even mijn camera neerzetten. Mijn kabeltje even in mijn broekzak steken. Zo, zo, zo. Dan even de juiste sleutel nemen. Ja, gevonden. Op zaterdag. En hier ben ik dan. Oh, wat een wind. Dus ik ga deze even uitleggen. Alkenaren, luister nu goed. Dus als het zo stormt en ook andere gemeentes en dorpen en steden. Als het zo winderig is, een dag ervoor, wanneer dat je je vuilniszakken moet buiten zetten, doe het niet. Doe het niet. Zet die dan 's morgens buiten. Als dat kan, hè. Als dat kan. Want er kunnen veel vuilzakken nu door deze wind op de weg belanden, waardoor dat er een gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Dat is een gouden tip van mij. Yippiekejee. Valessa. Ik ben veilig en wel terug thuis aangekomen. Eindelijk. Het is nu bijna 10 uur. Voilà. Ik heb het jullie gezegd, dus ik kom vandaag niet rond om mijn livestream te kunnen doen. Dus, sorry. Ik heb van alle andere zaken aan mijn kop gehad. Gaan we nog maar een praatvlog maken? Joa. Oké. Ik ga wel even mijn stoel hier aan de kant zetten. Valessa. Dan mijn jas uit. Hopsadree. En dan ga ik pas mijn vlog, niet vandaag, maar morgen. Dus wanneer dan ook de vlog wordt wanneer dat de vlog online komt. Op die dag ga ik ook mijn vlog in elkaar steken. En dan ook nog uploaden. Dat staat dus nog op het programma. Oeh, sorry dat ik even in de neus zat. Ik ben aan het filmen met Dimitri. Ik ben aan het filmen, Psycho. Ik ga eens even iets drinken. Mijn nervenfles staat nog altijd in mijn wagen, dus sorry daarvoor. Mensen, ik had dorst. Amai. Ik had echt dorst. En wat ik ook nog met het geweldige kan zeggen is,
De vakantie is begonnen, mijn vakantie is begonnen. La 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 la, tot einde van het jaar. Alsjeblieft. Het einde van het jaar, yes! Jullie zeggen van, allee, moet je daar nu echt zo content van zijn dat je nu verlof hebt? Want heb je nog geen verlof genoeg gehad in 2023? Ja. minder verlof al in 2024. Wat staat er eigenlijk allemaal op de planning in 2024? Dat de livestreams niet meer op donderdag zijn, maar wel op zondag. Daar gaat er veranderen. Er gaat ook om de twee weken een 1-op-1 gesprek aanwezig zijn. Het is zo een soort podcast. Waardoor dat ik mensen ga uitnodigen op mijn Discord-server en dan in mijn spraakkanaal laat komen. En dan mogen jullie eigenlijk vragen stellen. Dus dan gaat dat ook een vlog-podcast zijn. Dus van onderbeide een uur. Dus ga ik met iemand in gesprek een uur lang elkaar wat beter leren kennen. Ik ga ook vragen voorbereiden. Dus er is nog wel werk, een en ander werk aan. Dus als jullie ook dan vragen hebben, dan kunnen jullie die dan ook stellen dan naar mij toe. Zet die dan ook op kladblok of op een papier of zo. De vragen die je echt wilt stellen. Dus dat wil ik er wel eigenlijk terug gaan invoegen. Dus om de twee weken. Dan de Q&A. De Q&A die gaat sowieso blijven op maandags. Ga ik altijd mijn best doen om de Q&A dan op te nemen. Zowel de Discord-vragen als de YouTube-vragen. Voor de rest... niet veel te vertellen. Ik ga ook meer singleplayer games lanceren ook op mijn YouTube kanaal. Dus ik ga ook wat singleplayer games spelen om om aan jullie te vertonen. Stond ik bijna met dus singleplayer games zitten eraan te komen. Multigaming gamings livestreams zitten er ook aan te komen. Wat ik ook wil realiseren in 2024 is naar het remake gaan. Dat is nu echt mijn ultieme droom en ultieme set wat ik wil gaan doen. In 2024 ga ik ook nog iets nieuws lanceren in de LAN-party wereld. Sommige mensen hebben al een primeur gehad, die zitten er ook al op die server. Meer informatie binnenkort. Of ga naar www.sagotv.be en je ziet het misschien wel staan. Ik zal een hint geven, het is iets over Discord. Voilà. Dan, LAN-parties. Ja, ik ga ook sowieso naar LAN-parties blijven gaan. Ik ga ook sowieso mee op de seat map, juist. Bevestigen of recommatic. Dus ik heb sowieso 3 plaatsen nodig of recommatic. Dus dat zijn 3 verschillende e-mails waar ik moet gaan invoeren. Oké. Dus dat gaat dan ook nog wel lukken. Dus ik ga proberen mij zo goed mogelijk en dicht mogelijk bij het podium te plaatsen. Ik ga eens even kijken. Ik moet even zo gaan staan. Dus even kijken. Als je het scherm ziet. Ja, je ziet het scherm. Dus ja, ik ga dus nu even eens kijken of het is op VOM website. Dus ik ga dus nu naar VOM website toe. www.fom.be. Eens even kijken. Seatmaps. Seat.
Ah, oké. Oké. Een verder bal, oké. Ik heb hier dus de I44, I43 en de I42. Dat gaan mijn plaatsen dus worden, dus als jullie of Freakomatic willen op bezoek komen. Dus kunnen jullie eigenlijk, ik ga jullie even meenemen naar de zaal, naar mijn beeldscherm toe. Dus dan kunnen jullie dat ook zien. Dus ik ga dat subiet in orde maken naar mijn vlogfragment. Dus jullie zien hier dus de main stage. Dan heb je daar langs de mainstage heb je altijd die een helpdesk en waar je ook je drankbonnetjes kunt gaan kopen. Dan heb je daar de combo desk. Dan heb je hier, dus deze plaatsen ga ik nemen. Deze, deze en deze. Dus die drie plaatsen. Dus je komt eigenlijk altijd langs hier zo binnen. Dan moet jullie eigenlijk zo even lopen naar Ginder toe. Hier zit ik dan. Dicht bij de main stage. Waar ik eigenlijk... Ik ben nog zo aan het twijfelen. Ik ga mij... Nee, ik ga mij hier zo zetten. Ja, hier. Hier op de middengang. Dus de U44. De U43. En de U42. Dat worden mijn zitplaatsen, dus dan weten jullie dat. Voilà. Voor de rest ga ik jullie laten. Dus kom alsjeblieft naar Freakomatic toe, naar Freakomatic 25.0 Winter Editie. Er zijn nog altijd plaatsen vrij, jullie zien het. Er zijn nog altijd plaatsen vrij. De website is www.fom.be. Dan kom je gewoon integraal op deze hoofdpagina terecht. Even op de registratieknop klikken. Hier even je gegevens invullen. Of je doet het via Twitch, Google of Facebook. Dan heb je ook een account op die website. En dan koop je een mooie ticketje. Van hier van FOM 25 normaal ticket is €54. En daar zijn er nog in totaal 634 in stock. Jammer genoeg is de VIP-tickets volledig al uitverkocht. Dan weten jullie dat. Maar ik ga jullie nu laten. Dus kom naar de editie 16, 17 en 18 februari naar Freakomatic toe. In Wiezen. Voilà, dat is mijn allereerste... LAN-party, wat ik ga doen in 2024, dat staat dus ook al op het programma. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hieronder gaan niet te abonneren op mijn kanaal en vergeet ook niet op mijn belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later!